coyote safari with wild dog safaris in Namibia. Strange. The middle of nowhere. We zijn op weg naar de Namibian desert. Naar Sosie's Vlei, Sestrim. Bij de Namibische vlag. In de smallest town of Namibia, in Solitaire. Je ziet een paar vrakken van de auto's. We proberen een soort ghost town na te bouwen. Ja, cactussen. Wordt in gereedheid gebracht hier voor de lunch. Campsite Sestrim in Sosie's Vlei. Epizoda namiot numer 2. Jest tutaj 14 namiotów na pustyni w Namibii i śpię tutaj razem z jakimś gościem z Australii. I nic, o 5:30 trzeba wstać, bo jutro znowu cały dzień na pustyni zwiedzać różne widoki. Yeah. Pierwszy epizod namiotów to było w Turkmenistan. Teraz second part, Namibia. Walking on June 45, Namibian desert, in the morning to see the sun rise. Very cold. June 45 beklom. Nou, fysiek is het zwaar. Heerlijk stijl naar beneden. We'll be right back.
just climbed this dune 45. A lot of people climb it. Massa tourism in Namibia. The middle of nowhere, but a lot of people come here to see this, to climb it. Schilderij ben. Ja, surrealistisch. Hè? Surrealistisch. Dat kan een Dali zijn. Tagia Gumbu of Obrasco. Going down. I
I just did the free walking tour in Windhoek, Namibia. You only see like three buildings on the tour, which is the Jesus Christ Kirche, Deutsche Kirche. You see the Parliament building, which is not this building. This is not the Parliament building. That's the National Museum, built by North Koreans. And the Parliament building is behind the church. So overall, it was a very small free walking tour of Windhoek. Actually, I think this is the smallest free walking tour I've ever been on, and it was just 1 hour. But it's okay. Nog een keer vanuit Windhoek, Namibia, aan de Jezus Christus Kirche, in Duits uitgesproken, die schöne Kirche. Daar stok dus nu. Dus in de Christuskirche in Windhoek, Namibië. Omdat hier juist bezocht. Hier het Nationale Museum. En dat is hier de founder van Namibië. Die is allemaal gemaakt door Noord-Koreaan. Dat standbeeld, dat gebouw ook. Noord-Koreaan hebben de Namibiërs geholpen om Zuid-Afrikaans regime weg te krijgen in Angola ofzo. Robert Mugabe uit Zimbabwe ook. Dus je hebt ook een Robert Mugabe Avenue hier in Namibië. Allemaal dingen die je leert op de free walking tour. Ik ben hier in de National Museum. Dat gaat hier over de oorlog, de revolutie in Namibië. Ja, is wel schoon. Kijk maar wat er daar om de hoek is. Oh, wat zie je hier? Een tank. I just think it's a beautiful museum here. And this political historic propaganda looks like in North Korea. It's just the same. It's the same style, same type. Standing here on Fidel Castro Street in Windhoek, Namibia. Fidel Castro helped the Namibians in a war in Angola fighting the South African regime. So Fidel Castro is still popular in Namibia.